Bij de bedden en de knieën wordt het meestal wel een probleem. Want we moeten goed opletten en dadelijk vooral een beetje stil blijven staan. Want voor de rug ben je zo bij je in de stukje van de neus te hebben. Ja, oké. Kijk. Deze, dat is het. Dat is de benen gelukkig. Zeg je duim op, zeg je duim op. Ja, pak nog op. Goed dat wel, goed dat wel. Goed dat wel. Goed dat wel. Goed dat wel. Ja? Dan gaan ze niet maken wie daar eerst aan de beurt is. Dat is toch wel goed. Ja, jongens, staat erop? Ja? Weegt ja, over met 2 kilo. Met 2,5 kilo bijna moet ik zeggen. Maar? Ja. Gaan we dan? Ja, ja. Nou, de laatste. Komt u maar. Daar kan dat niet weg, dat is weer een kan. Ja, man. Ik sta lekker droog. Ik sta droog. Goed zo. Doe je handen zo. Wat gaat erop, jongens? Ja? Maar jongens, jullie hebben me goed geholpen, hoor. Hé, wat kun je niet spelen? Ze pluimpjes op zijn hoofd. Het zijn niet zijn oren, hè. Dat worden bij zijn oorpluimen genoemd. Maar dat zijn eigenlijk zijn wenkbrauwen. En daaraan kunnen we een beetje zien hoe die is. Staan ze recht op elkaar, het meestal aardig goed. Dan liggen ze nog flappen en is het meestal van binnen. Ik zal een keer van dichtbij laten zien. Ik kan niet te lang stil blijven staan. Nee, niet die kinderen aanvallen, dat mag. Siberische oehoe, dit is een mannetje. Deze vogel die weegt 2,5 kilo. De spanwijdte zal rond de 1,80 meter zijn. En een vrouwtje die kan wel 3,5 kilo wegen. En die kunnen wel een spanwijdte hebben van 1,90 meter, 2 meter. Zo, nu nog een stukje, dan gaan we naar de volgende. Omdat ik er zelf heel veel van hou en ik weet er zelf ook al veel van en ik ga met mijn vriendje ga ik altijd op zoek naar roofvogels, ga ik ze altijd spotten. Ja, ja, over roofvogels. En de laatste is de laatste. Even kijken, dan ga ik Annie er even bij houden. En Annie is een vogel die mag alleen de roze bekertjes omdraaien. Het wil nog wel eens gebeuren dat ze ongeluk een grijze omloopt, maar dat telt niet, ja, dat kan gebeuren. We gaan haar even bij houden. Denk erom, hè? Annie, hey. Alleen de roze bekertjes, denk erom, hè? Wat er in orde is. Nou, die dekentjes zijn nu wat gladder door de regen natuurlijk. Die had je al gehad, maar wat is dat? Ja, zie je hoor. Kijk. Dat kan wel zo. Kijk, en dan kun je toch zien dat dat wel kan, hè? Dat ze toch een bepaalde kleur kunnen zien en echt alleen maar de roze bekertjes omdraaien. De jongens en meisjes, wacht even, wees even een beetje stil. Wij moeten een roofvogel, een uil, niet zien als een huisdiertje, als een aaibeestje, hè? Dat is niet goed. Gaan wij zo'n vogel aaien, gaan de olie en vet uit zijn veren weg, want wij hebben allerlei dingen die van onze handen. Is die niet meer waterdicht, dan worden ze heel snel ziek. Ze vinden het ook niet leuk om geaaid te worden. Ja, en wij beschadigen zo'n vogel nog heel erg. Maar willen we een huisdiertje hebben voor onszelf, die je kunt aaien, dan kunnen we beter een hond of een kat nemen. Want die komt juist bij je om geaaid, om aangehouden te worden. We gaan aan iedereen bij wegzetten. Dion, breng even de bekertjes even opstapelen bij elkaar. Ja, wil je dat? Ga deze even wegzetten, gaan we even kijken voor nog een vogeltje. We hebben nu de Amerikaanse zeearend, oftewel de buiteneagle of de witkopzeearend. Deze vogel kan ik vandaag helaas niet laten vliegen. Hij is veel te zwaar en het weer zit ook een beetje tegen. En wat de zwaarste vogels, die worden elke dag gewogen. En daaraan kunnen we zien of we ermee kunnen vliegen. Want ze moeten wel een beetje zin hebben om te eten. Zou ik deze vogel nu loslaten, die zwaait een keer, die gaat weg. En die zie ik voorlopig niet meer terug. Dat is niet de bedoeling en ik denk ik neem hem toch mee om even aan jullie te laten zien. Hij is ook al een paar dagen een beetje vervelend en dat doet hij niet tegenover het publiek, maar dat doet hij tegenover mij. En dan probeert hij mij af en toe een keer te bijten en dat soort gekke dingen. Meestal duurt dat 2 of 3 dagen en dan wordt hij weer rustig. Vorig jaar weet hij zo'n stuk van de oren. Gelukkig had hij het niet doorgeslikt en kon ik dat stukje meenemen naar het ziekenhuis. Hebben ze me daar weer een oor aan gedaan, dus dat zit helemaal goed. Ik zal hem een keer van dichtbij laten zien. Moeten we wel een beetje rustig blijven. Even kijken, jongens, er is niemand met een rode jas of zo, hè? Nou, daar. Ja, de kleur rood is helemaal verkeerd voor deze vogel. De kleur rood is de kleur van vlees en bloed, dan hebben we een probleem, hè? De jas gaat uit, ziet er. Jongens, wat ik af en toe stromers mee maak, dat weet ik ook leuk. Even deze kant op, houden. Hij heeft even rustig op. Amerikaanse zeearend, het is een mannetje. Deze vogel die weegt zo'n beetje 4,5 kilo. Ze leven in de natuur ongeveer 70% van de vissen. En de rest van wat is ook nog uit een ander vogeltje. En natuurlijk zoals elk wel veel dode diertjes, haas. Daar zijn ze helemaal gek van. Hier nog een stukje. Helemaal. Kijk. De Amerikaanse zeearend. Helemaal. Ik denk dat mijn vogels nog nooit zoveel lawaai meer hebben gemaakt. Even nog een keer op de plekking. Wat ik wil zeggen, deze vogel is 4 jaar oud. Ik ben bang. Dan weet je, ja, hij is 4 jaar oud, dus die kop die wordt steeds witter. En die kop die zal helemaal wit zijn naar de jaren 6, 7, als ze echt volwassen zijn. Jongens, meisjes, dat was hem alweer. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik heb een beetje tempo gemaakt in verband met het weer. Wij komen op de uitnodiging, het maakt niet uit waarvoor. We doen dit soort dingen, braderies, dorpsfeestjes, familiedagen. Ook doen we kinderfeestjes. En uiteraard voor de ouderen onder ons, dat doen we ook weer trouwdingen. Zijn we getrouwd, doen we ook fans, dat doen we niet zo goed. Iedereen nog een hele fijne dag verder. En bedankt dat jullie er allemaal waren. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Deze stukken van. Kom maar hier zo. Kom maar bij me staan. Dion, gaan we bij me staan, een foto en dan... Mag ik een foto? Waar ben je? Mooi! Dion, laat hem. Misschien niet erachter lopen, jongens, hè? Mooi! Dit is de beste spreekwoord ooit. Dit is mijn lievelingsvogel. Ja. Wil je het niet? Ja, maar... Papa, die wacht op jou. Ik sta op je hoes. Is dit van Arend? Nee, er zijn geen veren. Is dit van Arend? Dit was hem? Is dit van Arend? Nee, een duif. Mag je een veertje? Heeft u een veertje voor mij? Er is nog iemand van de school mee. Heeft u een veertje? Waar komt het op? Nou, nooit zoveel lawaai mee. Nee, dat geloof ik. Dat is lastig dan, ja. Dat is knap lastig, ja. Ja. Nou, volgens mij vond iedereen het wel super gaaf, of niet, Dion? Ja. Ja, we waren echt onder de indruk. Een super goede spreekbeurt, hè? Omdat het nou ook bij dat de maïsstap is. En dan zien ze het niet. Nee, precies. Dan bevallen ze ook. En dan durven ze natuurlijk ook niet aan. Nee, dat snap ik. En het mooiste is van de zomer, of als het beter weer wordt, nog een keer. Ja. Nou ja, goed, het was hartstikke mooi dat we ze konden zien. Toch? Ik weet niet wat dat van is, jongen. Ik heb geen idee. Dat is op de groen. Ja? Kan het een schip zijn? Kom maar, we gaan terug naar de klas. Dan kunnen we nog even afronden. Ik kom zo'n spul even ophalen. Die buik zit er weer voor meneer de klas. Dat is wel mooi, hè? Oh, dat is mooi, hè?